Sandra Velzenboer. Suzanne Schulting. Selma Poutsma. Zo stonden de drie Nederlandse shorttrekkers aan de start. Xandra Velzenboer was de favoriet en ze liet gelijk zien waarom. Als een raket was ze weg. En ook Suzanne Schulting en Selma Poutsma hadden een goede start. Al na het eerste rondje was het 1, 2, 3 voor Nederland. De drie gingen veel te snel voor de finalisten uit Canada en de Verenigde Staten. En dus kwam Xandra Velzenboer zo als wereldkampioen over de finish. Groots, geweldig. 1, 2, 3. Velzenboer, Schulting, Poutsma. Ja, echt zo blij mee. Ja, echt. Ja, niet normaal gewoon. Echt zo gaaf. En toen zag ik dat we met z'n drie op het podium stonden. Het was er nog een soort van tweede ontlading. Dat ik dacht, oh, hoe vet is dit? Eerder op de dag was er ook al een gouden medaille voor Suzanne Schulting. Op de 1500 meter was ze de allerbeste. Schulting is los. Schulting in Seoul op weg naar de 1500 meter overwinning. Dit is een mooie zeg. En ook bij de mannen was er een medaille voor Nederland. Jens van het Woud haalde deze stunt uit en won daarmee brons op de 500 meter. Morgen gaat het WK verder. Dan is er weer kans op Nederlandse medailles. Maar als je het wil zien, moet je wel je wekker zetten. Want het begint al om 6 uur 's ochtends.